Beste leerlingen van B2. Wij gaan verder met het filmpje over het zogenaamde rassenprobleem. Paragraaf 6. Ja. En dit is Paratie Dos. Deel 2 van het filmpje. Ik heb gezegd, er was herengedrag, er was slavengedrag. En om vooruit te komen als kleurling of iemand met een zwarte huid. Of iemand uh, met een slavenverleden moest je je aanpassen aan de wet. En zelfs als je deelnam in het leger. De officieren, dat waren witte mensen, heel voornaam. Want ze werden beschermd door de wet. En iemand met een gekleurde huid. Ook al was het maar een beetje gekleurd, moest je, je toch maar nederig gedragen. Het slavengedrag. Door die wetten en door het gedrag om vooruit te komen, ontstonden er bepaalde schoonheidsidealen. Ja. Het schoonheidsideaal, de beauty, wat mooi was, dat ging zich in het hoofd vormen na verloop van tientallen jaren, eeuwen, naar de wet. Wat betekende dat nou? nou het schoonheidsideaal, wat mooi was, ja, dat was wit. Dus als je een wittere huid kon maken, dan begon men dat mooier te vinden. Ja? Het haar, kroeshaar, was niet goed. Want dat was te veel gekleurd en te veel zwart. En dat werd niet mooi gevonden. Allemaal dankzij die wet. En relaties, om vooruit te komen in het leven, kon je maar betere relatie aangaan met iemand met een witte huid uit Europa. Want dan kwam je, dacht men, vooruit in het leven. En allemaal dankzij die ideeën en dat racisme racisme dat achter die wet zat. Dat zie je nog bijvoorbeeld terug in een reclame. Het gedrag werd geïnternaliseerd. Eerst was er een wet. Men ging zich na tientallen jaren zo gedragen volgens die wet. En na verloop van tijd dacht men er niet meer over na. Het gedrag werd geïnternaliseerd. Ja, men ging erin geloven. Dat zie je nog terug, want je moest vooruitkomen. Dat kon alleen maar als je een beetje wit en Europees ging gedragen. En dat zie je nog steeds terug in sommige reclames van de 20e eeuw. Want daarin zie je ook dat het haar gesteld wordt. Met een steltang. First rate and then style. Dus het schoonheidsideaal van de witte Europeaan, dat werd geïnternaliseerd omdat je daarmee vooruit kon komen in het leven. Dat had natuurlijk veel nadelen. Het idee van herengedrag en slavengedrag, en dat het in het hoofd van mensen ging zitten, dat mensen dat gingen internaliseren. Despentage. Je huidskleur werd bepalend. Dus niet waar je goed in was, waar je talenten lagen, welke ambities je had, uh, wat, wat je wilde bereiken in het leven. Uh, hoe goed je ergens en wat. Nee, je huidskleur van heel, heel donker tot wat lichter, tot wit uit Europa. Ja, dat werd bepalend. Dat is natuurlijk niet goed. Ja. En mensen gingen een rol spelen volgens die wetten. Mensen speelden een soort toneelspel. Een roleplaying. Dus mensen waren niet zichzelf, maar ze gedroegen zich, zo, zoals de wetten die vanuit Nederland kwamen, vanuit het moederland kwamen, en bepaalden. En tot vandaag aan toe is dat bepalend. Nu nog steeds zie je dat dat gedrag, wat toen in de 17e en de 18e eeuw is begonnen te ontstaan, dat het vandaag de dag nog steeds betaald, be, bestaat. Sorry. Dat zie je bijvoorbeeld in deze reclame. Dit is een reclame voor een middel dat vrouwen kunnen gebruiken om hun huid te bleken. Met andere woorden, to make their skin white. Om hun huid wit te maken. En dat ideaal, het schoonheidsideaal, dat dit mooier zou zijn dan dat. Dat komt dus uit die 18e eeuw. Vanuit die wetten in Curaçao. Maar overigens ook wetten die in andere landen, Zuid-Afrika. Amerika ook werden bedacht om de rol van de slaven, van de kleurlingen, uh, van de witte Europeanen, om die vast te leggen in de wet. En dat ging men dus internaliseren en dat zie je in deze reclame terug. Nou, ik hoop dat ik hiermee uitgelegd heb hoeveel invloed die wetten, die lei, hadden in de 18e eeuw op het gedrag van de verschillende segmenten in Curaçao. En ik hoop ook dat je ziet dat het verleden, dus niet het verleden is, maar dat het voor vandaag de dag zeker dit onderwerp nog ontzettend veel invloed heeft. Je kunt het nog terugzien in de curaçao